Een kleine 400 mensen schoven donderdag aan bij het Nationaal Integratiediner in het Polmanstadion. 7 jaar geleden kwam het initiatief van Azito. Azito organiseerde in samenwerking met Heracles Almelo, Stichting de Club Twente. En dit jaar schoven ook 100 ouderen uit Huize Friso aan. Vanmiddag vindt hier de 7e editie van het Nationaal Integratiediner plaats. En op de hotspot in het Heracles Almelo Stadion. Wat wij hier vanmiddag doen is dat wij verschillende groepen mensen met elkaar verbinden. Die gezamenlijk een diner hebben waardoor ze op een andere manier met elkaar in gesprek raken. En dat ze elkaar beter leren kennen. Want wij geloven echt in de kracht van diversiteit. En op deze manier zie je dat. Nou, dat heb je mooi gezegd, de kracht van diversiteit. Maar waar komt dat vandaan? Komt dat uit ervaring? Azito heeft dat initiatief ooit begonnen. Omdat wij merkten dat wij inmiddels meer dan 10.000 werknemers in dienst hebben. Van wel meer dan 100 verschillende nationaliteiten en culturele achtergronden. En dat zagen wij destijds als een kracht. Dus toen hebben wij gekeken van nou, hoe kunnen we die verschillen nou nog meer benutten. En dit jaar schoven ook 100 ouderen uit Huize Friso aan. Een keur van nationale gerechten werd gekookt door de kookploegen van de deelnemende bedrijven. Ik heb vandaag een heel speciaal gevoel. Want als kind zijn we een beetje opgegroeid met Heracles. Want als we Heracles speelden, dan ging vader heel vaak naar Almelo. En die vond dat prachtig. En iets anders, dat was altijd zoiets speciaals bij ons. Okay. En nu heb ik dat hele sterke gevoel. Als kind hebben we zoveel van Heracles gehoord. Want ik ben van 1924, dus ik ben al 93. En toch mag ik nou in het stamlokaal van Heracles zit ik nu. En ik heb een heel speciaal gevoel van binnen. Waar ik als kind altijd al bij betrokken was, bij Heracles. En nu zit ik dan in het stamlokaal. En ik heb net spelers buiten gezien. En ik zie die grote letters dan staan van Heracles. Wat ik anders op televisie zie. En nu zie ik het in het echt. Ik heb een heel speciaal gevoel. Ik ben heel blij dat ik dit nog mag meemaken. Joey Pelupessi, wat doen jullie hier bij het integratiediner? Nou ja, zoals je ziet zijn we met een paar spelers aanwezig om dit mooie initiatief eigenlijk te steunen. En ja, je ziet dat de jongens het ook leuk vinden om hier even een kijkje te nemen en ja, rond te lopen om te zien hoe de mensen zich binden met elkaar. En ik vind het persoonlijk ook een heel goed initiatief. Ik ben zelf ook ambassadeur hiervan. Dus ja, voor ons is het natuurlijk ook heel erg leuk om aanwezig te zijn. Uit een hele zware tijd. Maar ze hebben dat heel succesvol overleefd en zijn ook een hele stap verder gekomen.
Als we nou kijken, dan kijk je naar een goede, stabiele, warme organisatie. Waar ik merk dat medewerkers en management heel graag werken. Ik zou bijna willen zeggen dat we de toekomst met ambitie en vertrouwen tegemoet zien. Al is dat een enigszins beladen slogan geworden. Maar ik denk dat het in dit geval heel goed geldt. Zij heeft voor ons een beeldje uitgezocht. Het is een klein beeldje. Het is een soort boom met drie takken daaraan. En wij zeggen die drie takken zijn de cliëntenraad, de raad van toezicht en de medewerkers van Thuisteam. Het gaat erom dat we in gezamenlijkheid verder gaan. En daarom hebben we de slogan eronder gezet, samen sterk. En samen sterk betekent naar de toekomst elkaar ondersteunen, met elkaar zaken ontwikkelen. Maar ook zeker elkaar ondersteunen als de tijden wat minder zijn. Ik wens jullie een hele goede dag. Heel erg leuk. Bedankt ook de Raad van Toezicht en de Cliëntenraad. Ik denk dat jullie een heel mooi symbool hebben uitgekozen. Want niet alleen staan hier drie takken, er staan ook drie personen. En het gaat uiteindelijk om de personen, de cliënten waar we het voor doen. En wij zijn slechts ondersteunend bij het zo lang mogelijk en zo gewoon mogelijk en zo onafhankelijk mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dus deze zal ook een prominente plaats krijgen. En wat ons ook steeds doet herinneren aan elkaar, hou elkaar vast. Want dat vind ik heel leuk wat je zegt, samen sta je sterker. En ja, een raad van toezicht en een cliëntenraad hebben andere verantwoordelijkheden, maar tegelijkertijd doen we het wel met elkaar. Met alle medewerkers en met alle cliënten. Dank daarvoor. Het gevoel als kind hebben we zoveel van Heracles gehoord. Wij zijn van Rijden zonder invloed. Dat is een campagne in de provincie Gelderland en Overijssel. En daarmee proberen we jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 24 jaar te bereiken om niet onder invloed te gaan rijden. Nou, zoals je hier ziet hebben we dus een alcoholkart. Dan gaat het goed. Kan je dus... Die ging bijna het water in. Ja, kan je dus de eerste ronde nuchter rijden en de tweede ronde hebben we een alcoholstand. Waarin je dus ervaart hoe het is als je reactie vertraagd is. En voor de rest hebben we ook nog allerlei andere acties in het uitgaansleven, bijvoorbeeld blazen en drugstesten. We hebben een 3D-trip in, kan je ook met alcohol of drugs oprijden in de 3D-wereld. We gaan naar sportclubs en hebben we quizzen, een alcohol- en drugsbril. We geven lespakketten. Ja, we gaan naar heel veel festivals en evenementen, dus we hebben het druk. Merken jullie al de effect hiervan? Dat is heel lastig te bepalen, zeg maar, op lange termijn, laten we het zo zeggen. Maar we laten wel iedereen, bij deze actie hebben we dat dan niet. Maar normaal gesproken laten we iedereen altijd een enquête doen. Wat ze ervan vonden en of ze er ook iets van hebben geleerd. Of dat ze hierna minder snel onder invloed rijden. En daarin merken we wel dat het mensen echt tot nadenken roept. Ja. Dus jullie campagne lijkt wel aan te slaan. Ja. Zeker. Dankjewel. Ik ben nog een dronk, jongen. Hallo, naar de piano. Timo, Lisa, je hebt zo net in zo'n kar gezeten. Hoe was dat om te doen? Heel leuk, heel grappig. En wat heb je gemerkt toen je daarin zat? Dat ik bij mijn standpunt bleef om niet dronken te gaan rijden. Want, wat gebeurde er? Nou, je wil een heel slecht reactievermogen. En ja, lijkt me gewoon niet verstandig. Want, wat gebeurde? Je ging al met dat karretje naar een pion wat niet de bedoeling was volgens mij. Nee, absoluut niet. Maar op een gegeven moment heb je niet meer die controle erover. En als het hier al moeilijk is, dan laat me staan met een echte auto. Goed, dus voor jou is echt zoiets van dat niet? Nee, absoluut niet. Ook met één biertje op niet. Geluk. De kogel raakt een metalen doosje waar zijn sigaretten in zitten en hij overleeft het
En hij overleeft de oorlog. Dat, dames en heren, is geluk. Daar vliegt opnieuw een brug de lucht in. Een gat wordt geslagen en de huizen links en rechts worden zwaar beschadigd. De Canadezen trekken dan door naar de Kornmarkt. Daar vindt een heel fel vuurgevecht plaats. Met mitrailleurs en vlammenwerpers worden de Duitsers daar uit het wagengebouw gejaagd. En 20.000-30.000 worden afgevoerd als krijgsgevangenen. En met allerlei middelen tracht de bevolking scheuren en kieren te dichten om het water buiten te houden. Een ambulancekolonne van het Rode Kruis lenigt de eerste nood en voorziet de bevolking van levensmiddelen. Opstaande machine is grotendeels stil. Er zijn geen onderdelen, er zijn geen grondstoffen. Er is geen katoen, er zijn geen garens. Tjoep, 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 et cetera staat er dan onder. Dank u wel. De Christenhuis Theaterprijs is een prijs voor jonge mensen. We hebben twee categorieën. Belofte van 12 tot 18 jaar. En we hebben de talenten van 18 tot 25 jaar. En zij kunnen een prijs winnen voor hun eigen talentontwikkeling. En voor de belofte is dat €750. En voor de talenten is dat €1000. Maar het moet wel besteed worden aan het talent. Of een instrument of een opleiding. Dus het is eigenlijk een extra stimulans voor mensen om in het theatervak verder te gaan. Ja, juist. Wij vinden dat in Twente ontzettend veel talent rondloopt. En dat moet gewoon gezien worden. En daar maken we ons hard voor. Want als ik zie wat er hier in deze voorrondes op de podia gebeurt. Ja, dat is echt geweldig. En ook van alles. Van cabaret tot dans en muziek. Klassiek. Ja, alles zit er eigenlijk bij. Alle theatrale kunsten. At once I be reminded of the soul I really love. Keep your head up high, you will find your way. Thank you.
Samen met u hopelijk ook nieuwe stagiaires, nieuwe mensen die nu nog niet gezien zijn. En daar liggen echt, denk ik, hele mooie mogelijkheden. Ik zeg wel bij dat het waarschijnlijk de agenda voor Twente gaat zijn, want er moet nog veel over gevochten worden. En een van de dingen is dat onze raad, de gemeenteraad van Almelo, gezegd, wij willen herkenbaar hebben dat Almeloze bedrijven er baat bij hebben. Als dat niet het geval is, waarom zouden wij dan ons economische geld, wat bedoeld is voor de Almeloze ondernemers... Toen huurlijk is de jongens in en later was het, dat viel eigenlijk zo goed dat we samen gegaan zijn. Nou, eerst met 3 man, later komt er personeel bij en stagiaires. En inmiddels zijn we met z'n 23 nu, met 5 stagiaires. Ik ben vanuit Colin Crowdfund betrokken. Colin Crowdfund is een platform wat er is voor ondernemers die een serieuze propositie hebben. En aan de andere kant hebben wij bijna 30.000 investeerders die dan investeren in het bedrijf van ondernemer die met crowdfunding zijn financieringsbehoefte in gaat vullen. En dat doen we eigenlijk best mooi. Dus we hebben een ondernemerscafé georganiseerd als ROZ zijnde samen met de gemeente Almelo. Waarom doen we dat? Wij organiseren dit soort avonden vaker in ons werkgebied. ROZ, regionale organisatie zelfstandigen. Wij hebben allerlei dienstverlening mogelijkheden voor ondernemers en starters. En we bieden advies, begeleiding, coaching, geven trainingen en ook financiering. Dat doen wij in opdracht van en voor gemeenten, waaronder ook de gemeente Almelo. En we willen deels onze dienstverlening onder de aandacht brengen, maar ook ondernemers met elkaar in contact brengen. We horen vaak van de ondernemers die wij spreken, met name de wat kleinere zelfstandigen, dat zij zijn wellicht niet aangesloten bij een ondernemersvereniging, zijn wel op zoek naar contacten. Daar organiseren we avonden voor als deze met sprekers, thema's die voor hen interessant kunnen zijn. De sessie die hier net was in deze ruimte ging over financieringsmogelijkheden. Mijn collega die afsloot namens het ROZ, die gaf ook al aan. ROZ is eigenlijk, wij zijn een overheidsinstelling. De BBZ-regeling, besluit bijstandverlening zelfstandigen, die we uitvoeren, dat is een wettelijke taak. Als een ondernemer of starter niet meer bij de bank terecht kan, niet meer bij een credit, niet meer bij een crowdfunding, die ook in diezelfde sessie zaten, dan zijn wij wellicht nog een instantie waar zij wel terecht kunnen voor financiële vragen. Het kunstwerk Quicksand van Frank Schiarone is een geschenk van de stichting Mijlpaal 91 aan de gemeente. Per vorm zijn deze 2 bij elkaar horende beelden abstract. Toch lijkt duidelijk welke titel bij welk beeld hoort.
Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.